Welkom bij een nieuwe NEC Update. Een bijzondere, want we zijn op de open dag van de Nijmeegse Club. Het is ja, enorm druk zoals je ziet. Maar voordat we naar deze open dag gaan, gaan we even terug naar gisteren. Want toen speelde NEC de generale repetitie tegen Le Havre. De laatste oefenwedstrijd voor de eerste competitiewedstrijd. En dit is wat trainer Rogier Meijer daarvan vond. Ben je tevreden over deze wedstrijd? Over een groot gedeelte wel. Ik denk dat we heel behoorlijk gevoetbald hebben. Genoeg kansen gecreëerd volgens mij, zeker de eerste helft. En ik denk de tweede helft was het wel wat opener. Hadden we soms ook wel moeite om het vol te houden. Wij hebben eigenlijk maar twee keer gewisseld en tegenstander iets meer. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden over wat ik gezien heb. Ja. De eerste helft zag het er, vonden wij toch wel swingend uitzien. Een paar mooie acties met de hak, op wegdraaien. Dat kan je denk ik ook wel bekoren, of niet? Ja, zeker. Er was een bepaalde mate van creativiteit denk ik voorin. We hadden natuurlijk niet echt een vaste spits op dit moment. Dus dan ben je een beetje aan het zoeken van hoe gaan we dat invullen. Ik denk dat er veel beweging was. Het positiespel heel behoorlijk was. En dan zie je dat je ook wel gevaarlijk kan worden. Hoe heeft de spits vandaag Sammy het gedaan? Ja, goed, ik denk goed. Ik denk dat er iemand is die veel in beweging is. Maakt ook een goede goal. Is zeker niet lui om zijn arbeid te verrichten. En de samenwerking met de mensen om hem heeft hij goed opgelost. Dus dat was denk ik, dat heeft hij goed gedaan. Maar natuurlijk blijven jullie zoeken naar een echte spits. Hoe gaat het daarmee? Hoe staan de zaken? Met zoeken gaat goed, moet ik eerlijk zeggen. En vinden? Ja, dat is een ander punt. En, onze TD is op pad, dus we zijn druk bezig. En, ik denk niet dat we daar al te veel over moeten hebben. Want uiteindelijk moeten we doen met de jongens die we nu hebben. Dan gaan we mee naar Twente. En ik heb vandaag gezien dat we heel behoorlijk uit de voeten kunnen. En de rest zullen we wel zien. En dan morgen ook nog de open dag. Beetje zin in? Ja, zeker. Ja, ik denk dat het hartstikke druk wordt. Het is altijd een leuke happening met veel kinderen. Dus daar heb ik zeker zin in. Heb je al geoefend op je handtekening zo uit de losse pols? Ja, krabbel miste wat weg en dan is het oké. Nee, we hebben er zin in, dus prima. Ja, die open dag. Ja, hij heeft er zin in. Die open dag is dus nu gaande. En ja, zoals ik net al zei, het is enorm druk. Jong en oud die zich verzamelt hier op het Stadionplein 1. Om merchandise te kopen, spelers handtekeningen te vragen of gewoon even met ze op de foto te gaan. We hebben zelfs de merchandise truc van Max Verstappen hier gezien. Alleen ja, die is nu even ondergedompeld tot de NEC merchandise truc. Net hadden we de spelerspresentatie en dat zag er ook als volgt uit. En dan hier achter mij kunnen de supporters allemaal in een rij, het lijkt Schiphol wel, een handtekening scoren van hun favoriete speler. En even kijken of mensen hun favoriete speler hebben. Van wie wil jij graag een handtekening hebben? Van wie wil ik graag een handtekening hebben? Vandaag van Robert, dat is mijn favoriete speler. Ja, zeker. Waarom? Ja, gewoon omdat hij een goede speler is, maakt veel goals, daar hou ik van, veel goals. Ja. Dus, ik zie twee shirts van Robert. Ja, zeker. Dan weet ik wel van jullie wie jullie de handtekening willen hebben. Ja, van Robert natuurlijk op het shirt. Ja, mooie speler. Favoriet speler? Ja, zeker. Ja, waarom? Ja, gewoon, ik vind hem gewoon leuk. Mooie uitstraling, goede voetballer, goede acties. Dus ik dacht wel een shirt van hem. Je hebt nog geen handtekeningen, zei hij tegen mij. Ja, ik heb er maar eentje en dat is wel van de grootste legend van NEC na Bart Verrooy. Bikkel. Van Bikkel? Ja, mascotte. Daar ben je wel blij mee. Het is een begin. Ja, het is een begin, het is een begin. Hey, van wie wil je nou graag een handtekening hebben? Sowieso van Bart Verrooy, hij is mijn vriend. Is hij jouw vriend? Ja, Bart, als je dit ziet, en zo naar jou. Ja, en voor de spelers zelf is dit natuurlijk ook altijd wel één van de hoogtepunten van zo'n voetbalseizoen. Bart, het jaarlijkse ritueel weer. Altijd leuk, ik vind het altijd leuk hier. Ja, je hebt het zelf natuurlijk als speler meegemaakt, vaak gezegd. Maar is het nou leuker als speler of als supporter? Ik moet zeggen dat ik het vroeger als supporter ook altijd heel leuk vond. Maar om aan deze kant te staan geeft ook wel een gevoel van trots. En ik vind het nog steeds altijd leuk om dit te doen. Sebby, de eerste open dag bij NEC. Je hebt het denk ik wel een aantal meegemaakt. Hoe is die bij NEC? Ja, ik moet zeggen, er komen echt veel mensen op af. Dus het is echt mooi om te zien.
En er is ook echt veel dingen geregeld voor de mensen die er zijn, dus het is wel mooi om te zien, ja. Heb je al een beetje geoefend op je handtekening, dat die helemaal zo los uit de pols komt? Nee, dat komt wel goed. Ik heb er wel vaak genoeg uitgedeeld, dus dat komt wel goed. Ja. Hey, gisteren scoorde je dan VNC in het Golfstadion. Was dat een beetje een lekker gevoel? Ja, zeker. Ik heb er natuurlijk al 2 keer eerder voor gescoord, alleen voor een andere ploeg. Dus dat was zeker een lekker gevoel, natuurlijk. Het is altijd leuk om te scoren. En vooral als je voor het eerst voor de fans speelt hier, dat was wel mooi, ja. Ja, want je hebt voor Roda tegen NEC gescoord. Nu juichen er toch iets meer mensen. Toch wel een beter gevoel, denk ik. Ja, nu speel je voor de thuisploeg hier. En het is toch wel mooier om dan hier als thuisploeg te scoren, zeker. Ja. Je werd het aangekondigd als een van de beste verdedigers van Nederland. Wat vind je zelf? Geen flauw idee. Ik ben daar niet zo mee bezig. Nee. Wat dacht jij toen hij dat zei? Oh, hou nou op. Nee, dat ook niet. Voor die kids is dat leuk. Alleen, doet mij niet zo goed. En je houdt wel een beetje van die open dagen, toch? Lekker met de kinderen bezig? Jawel, als die kinderen het naar hun zin hebben, dan ben ik ook blij. Dus dat is mooi. Nog één vraagje, nog even over jouw fitheid. Hoe sta je ervoor? Goed. Het gaat steeds beter. Ik ben ook al met het team aan het trainen, dus het gaat de goede kant op. Gaan we je bij de selectie zien zaterdag? Ik hoop het. Cookie, how are you? I'm good. Good? Yeah. How is your English? Not good. My English is still not good. It's getting better? Getting better. You can say hi to all the fans? Yes. How do you like it? You like it here? Yeah, I like it. Yeah. I'm so happy to be here and I'm so happy to see all your supporters. Yeah. Good day for me. It sounds good, your English. Yeah, not good. Yeah, it's good. How is your shoulder? Yeah, much better a few days ago. No pain? No pain. But I'm scared a little bit. Yeah. I understand. Koki, arigato. Arigato. Ja, en dat was allemaal weer deze extra lange NEC-update over de open dag van de Nijmeegse club. En ook de oefenwedstrijd van gisteren tegen Le Havre. Volgende week hier in het Goffertstadion de openingswedstrijd NEC-FC Twente. En kijken of NEC dan met een nieuwe spits gaat aantreden. Voor alle nieuws rondom de club, blijf RNC even volgen. Want wij zijn er natuurlijk ook weer bij tegen FC Twente met een voorbeschouwing en een live verslag. Tot de volgende keer.